Dit is een werk van Matthijs Reuling. Matthijs Reuling heeft een hele warme band eigenlijk met Museum de Buitenplaats en het Niesinghuis. We hebben veel werken van hem in de collectie. Hij heeft de wandschilderingen gemaakt in het Niesinghuis naast het museum. Eigenlijk vind ik dit wel een van de mooiste werken die we van hem in de collectie hebben. Het is zijn grootmoeder. Hij heeft het geschilderd in 1977. En wat ik eigenlijk heel erg bijzonder vind aan dit schilderijtje is dat het echt zo fenomenaal fijn geschilderd is. Kijk hoe ze eruit ziet. Je ziet die haartjes. Ze zijn bijna fluwelig geschilderd. Heel precies dat mondje erin. Die ogen waarvan je denkt van dit is een redelijk oude mevrouw. Zou ze nog wel helemaal goed zien? En die sierlijke nek. Ik vind het fantastisch. Volgens mij woonde ze in Italië, dus ze heeft een gezonde kleur. Ik vind het een fantastisch werkje om te zien.